Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de niet zo serieuze Zoom-sproken. Ja, we zitten nog steeds in quarantaine. Alleen in Antwerpen is het een pak erger dan op een ander. Maar vandaar dat we nog steeds niet met live publiek kunnen werken. Maar ik heb wel een andere geweldige gast bij mij. En dat is niemand minder dan Han Solo. Ja, nog eens applaus aan. Oh. Hoe is dat gevoel? Oh, zalig, jongen. Ja. Jaren geleden. Ja. Nu, Han, er worden altijd sprookjes voorgelezen voor kindjes normaal. Vandaar deze podcast. Dat is een sprookjes voor grote mensen. Want als je oud wordt, dan wordt dat niet meer gedaan. Tuurlijk, vandaar deze sprookjes. Ik heb een titel voor jou. Er was eens een giraf met hoogtevrees. Kan zich overal afspelen in Afrika. Whatever, we zien wel. Maar ben je er klaar voor, Han? Ja, absoluut. Oké, goed, dan gaan we van start. Er was eens een giraf met hoogtevrees. Ja, maar ze hadden dat eigenlijk... als ik eerlijk ben, die giraf die bevond zich in de Zoo van Antwerpen. Dus die was daar geboren, opgegroeid, altijd... maar ze hadden eigenlijk... De bewakers hadden nooit iets door gehad. Het enige wat ze aan konden merken, is dat die giraf heel mager was. En ook altijd redelijk neerslachtig rondliep, hè, met de kop naar beneden. Ja, hij liep met zijn kop naar beneden, omdat als hij zijn kop helemaal omhoog stak, ja, dat was veel te hoog. En dan begon hij dat bibberen op zijn poten. Die liep eigenlijk, hij leek depressief, de hele tijd rond met zijn kop naar beneden. Waardoor dat het ook niet echt een topattractie was in een dierentuin. Want een giraf moet hoog in de lucht zitten, hij moet naar boven willen kijken. En ja, die giraf zit altijd met zijn kop beneden. En uiteindelijk, ja, ze zaten hun rand in het haar bij de zoo. Van ja, een dier, allee, je kunt dat toch... Allee, ja, je kunt dat niet afmaken. We moeten er iets aan doen. En uiteindelijk hebben ze contact gezocht met Jeff Hoeybergs om een soort plastische chirurgie uit te voeren. Dus eigenlijk de nek van die giraf dus in te korten. Want uiteindelijk is dat alleen maar slokdarm, die nek. En helemaal wervels. Ja, wat wervels. Dus om die nek eigenlijk 2 meter korter te maken. En zo werd Erik, de giraf, want Erik, zo heette hij, de eerste giraf met een korte nek. Ja. En hij was verlost van zijn hoogtevrees. Alleen voelde hij zich niet meer echt volwaardige giraf. Hij liep tussen de andere giraf met zijn kort nekje en hij werd ook een beetje uitgelachen, vooral door de Dimitri. En Dimitri was de leider van de giraffen. Ja. Hij werd echt gepest, niet aanvaard. En eigenlijk, wat gebeurde er? Hij ging in hongerstaking, dus hij werd nog magerder. En de oppassers van de zoo hadden iets van, ja, we moeten hier een oplossing voor vinden, of dat beest gaat sterven. En dan hebben ze de geniale oplossing gevonden om eigenlijk de giraf te verplaatsen naar de wei van de lama's. Hè? Maar natuurlijk, natuurlijk nog het uiterlijk van een giraf. Dus moesten ze ook terug Jeff Hoeybergs bellen. En hebben ze die giraf een hair extensions gegeven. Zodanig dat hij niet meer zou opvallen. Maar ja, de lama's die hadden dat door. En die begonnen de giraf de hele tijd te berokkelen. Zo, te spuwen en te spuwen. Ja, en de giraf die probeerde ook, maar die kon dat niet. Want dat was niet veranderd. Dus nu was hij een lama geworden die vol rochel ging met de andere lama's. En hij voelde zijn eigen nog altijd niet goed. Ja. En dus uiteindelijk hebben ze besloten om eigenlijk het over een volledig andere boeg te gooien. En de longen van de giraf te vervangen door kieuwen. Hè. En in de zoo hebben ze ook heel, heel grote bassins met vissen erin. En het eigenlijk een soort waterdier, want in het water hebben ze allerlei soorten vormen en dingen. En dus dat was een serieuze operatie. En uiteindelijk, hè, als je nu naar de Zoo van Antwerpen gaat, dan moet ik hier goed kijken. Als je een soort zeehondenshow hebt, dan... Zit daar een zeehond bij met 4 poten, kieuwen, met langharige pels, een raar nekske. En dames en heren, oorspronkelijk was dat een giraf. Maar in het water, tussen de zeehonden, voelt hem zijn eigen nu als een vis in het water. Ja. Dus dames en heren, wat is de moraal van dit verhaal? Dat als je
hoogtevrees hebt, je vooral heel veel aan je lijf moet laten sleutelen, je geslacht moet veranderen, en dat je dan uiteindelijk wel van die hoogtevrees afgeraakt. Want als je een man-vrouw wordt, dan stopt dat gewoon, blijkbaar. Ja. Of, het kan ook nog een moraal zijn, dat de oplossing vaak zit in plastische chirurgie. Ja. Dat is een heel mooie tip dat we kunnen meegeven aan alle luisteraars. De oplossing zit heel vaak in plastische chirurgie. Ik bedoel niets voor u, Geron, en voor mij. Nee, wij vallen school ook. Wij maken grapjes, dus voor veel mensen die problemen hebben, plastische chirurgie. Han Solo, dank u wel voor dit hele mooie sprookje. En ik zou zeggen, beste luisteraars, slaap lekker.